Wat ben ik vandaag? Oké, crewmate, geen stress. De vorige video waren we imposter. Mensen, welkom bij een nieuwe video. Tof dat jullie kijken. Ik weet dat jullie de Among Us video's tof vinden. Vergeet me niet te abonneren. Dat klopt niet. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. Vergeet niet te liken. Nu gewoon, druk even op die button. Kleine moeite, dan weet ik in ieder geval dat deze video goed bekeken zal worden. En mensen, je hebt het vaker gezegd. Ik ben op het moment in Thailand als deze video online staat. Wil je mijn avontuur zien? Voeg me toe op Snapchat. Snapchat chatmo staat nu hier beneden. Dan gaan we nu gamen. Je weet toch? En er is meteen iemand dood gegaan. Waar? Ik heb een Dutch broer, man. Wie is die roze? Chapo. Nee, die paarse. Wacht, even checken. Broer. Gambo. Ik heb iemand gekeken. Iemand juist op gekeken. Gambo of Chapo? Gambo. Walla, Gambo. Nee, Even geen ruis. Even opnieuw. Gustavo, vertel je verhaal. Waar ben je? Ik luister, bro. Ik ga begin van die gamma. Ik ga naar die admin. Ik doe die swipe card. Ik zie licht gaan uit. Ik ga naar onder. Ik ben fighter. Dus ik check op die ding. Ik zie groen is dood. Ik ga naar boven. Ik zie Gambo van die body komen. Gambo, headlock. Gambo is gewoon geen experiment. Ik kom eruit. Kijk, ik laat deze man tappen. Stil, luister. Ik ga gelijk naar links. Ik ben naar upper engine gegaan, dan naar reactor. Ik doe mijn task. Ik zie Appie onder mij. Lichten zijn uit. Appie doet zijn task. Ik zet daar gewoon de timer op Appie, ja, broer. Nee, bro. Yusuf, ik heb Gambo gewoon Yusuf gecatcht. Gambo was met mij. Ik was die flik dingetje. Oh, Appie, ben jij zijn mede-imposter? Nee, broer, ik ben reactor, bro. Wat? Maar Mo kan het ook niet zeggen, bro, want toen die kill was Mo al bij mij, snap je? Bro, ik ben in Electrical, boys. Ik ben onderaan Electrical, bro. Hoe ben ik het? Mooi, ik ben gewoon gelijk naar links gegaan toen de ronde begon. Gelijk naar Reactor, ben ik test gaan doen. Gambo liep er ook in en toen was ik gewoon test gaan doen. Ik was gelijk toen de ronde was. Ik weet niet, man. No, man, ik vertrouw Gustavo wel, man. Die Gambo staat me niet, man. Geen van de ronde ging gelijk naar de ronde. Gambo. Gambo of Skip, zeg maar. Gambo, dat is die Barkie, man. Hoe slaaf, bro? Je geeft jezelf schand al, bro. Je ziet andere kleuren of zo. Wat? Ja, Barkie, man. Nee, ik ga niet meer plaaien. Wie zei Gambo? Wie zei Gambo? Gustavo, hoe ben ik om spelen met zulke mannen, bro? Wat? Gambo. Man, zeg geen subt. Wee yo, de reden dat ik zei Gambo, weet je waarom? Als jullie de vorige video hebben gezien, ben ik genaaid door Gambo. Dus ik dacht bij mezelf, ja man, ik zeg gewoon dat Gambo het is. Je weet toch van, kijken of mensen met me meegaan. Maar blijkbaar gaan allemaal met me mee. Oh, dik. Maar als hij het echt niet was, dan weet ik het ook niet, man. Ik heb niks gezien, ik heb niks meegekregen. Oké, card swipers ga ik zetten. Laten we naar Electrical gaan. Appie is hier, Emin is hier. Lichten gaan uit. Sterk gedaan, Ilias. Oeh. Ja, body was bij navigation, twee bodies zelfs. Ja, daar gaan we, Yusa, Wacht, laat me even snel wat uitleggen. Ik kan sowieso één iemand foutje staan, die kan ik foutje. Hij was de hele tijd bij weapons. Oh, ja. Bij weapons, ik deed die Ik weet wie het is. Ja. Ik ging van cafeteria naar weapons en dan naar navigation om dan mijn test te doen. Ik zie daar twee boys liggen. Waar is het? Waar is het shoot? Waar is de body? Navigation. Twee bodies in navigation. Wat is iedereen zijn locatie? Ik ben nu communications, man. Ik ben shields naar navigation. Mag ik een stilte? 2 seconden. Ik ben electrical met Emin. Nog een groen poppetje, dat is... Ik was met Schizo en ik was eruit gelopen. Nee, Emin en... Je was met mij. Schizo ook. Maar Emin, wie liep achter jou aan? Jij liep achter mij aan en iemand liep achter ons aan. Volgens mij Ilias of Appie was dat. Nee, ik weet niet. Was iemand anders? Toen liep ik eruit en toen dacht ik misschien... Kill jij Emin of andersom. En toen kwam ik terug. Oké, wij zijn met z'n vieren. Ik moet wel zeggen, ook al vind ik het niet leuk. Chatmo kan deze kill niet zijn geweest, want hij liep dit. Dat is mij eigenlijk dus. Ja, Yusa, het is Yusa. Dat is alleen voor deze keer. Oké, stilte. Ja. Waarom is het Yusa? Vertel mij. Weet je waarom? Ik loop vanaf communication naar navigation. Yusa loopt langs mij bij shields. En daarna wordt gelijk gereport. En hij heeft niks gezegd of zo dat body daar was. Heel slim, heel sterk om je daar. Er zijn twee bodies daar. Twee. Letterlijk één seconde voor die report. Ik heb test in communication. Ja, is goed. Waar kom je vandaan? Ik wil naar daar lopen. Ik ben langs navigation gelopen, maar ik ben daar niet in geweest. Dus ik kan die body nooit hebben gezien. Ik ben er niet in geweest. Je ziet die body. Is het voor bij navigation of is het in navigation? Net in navigation. Net in eentje is in navigation, eentje is bij navigation. Ik ben gewoon langs navigation gelopen omdat ik had task in communication. Ik kan die body nooit hebben gezien, bro. Appie, als jij een task hebt bij communication, je bent weapons. Je gaat niet in navigation, je gaat gelijk
door naar communication. Ja, maar je kan dat doe ik. Als je in die gang loopt, dan kan je gewoon navigation zien, een stukje, zeg maar. En we moeten zo iemand... Net in die navigation was, dan had hij die body moeten zien. We moeten zo iemand foto. Ja, sowieso. Ik denk niet dat Gambo eentje... Bro, hij zegt ook dat hij daarachter ligt, dus dan kan ik het niet zien, bro. Ja. Hij zegt eentje daarachter. Ik denk wel dat hij het was, maar ik zeg eerlijk. Gewoon zijn reactie. Als je het echt niet was, zou je op para zijn. Oké. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik heb hier een taak. Ik hoop wel dat ik gewoon blijf leven, man. Het zou wel fijn geweest zijn. Als ik gewoon mijn taken kan doen. Ik ga zo meteen die boys baren van, hey, doe even allemaal je taken, je toch? Gaan de lichten weer uit. Emin Mosabri zijn daar. En Emir is hier. De download is klaar. Dan gaan we naar admin. We gaan even Emin volgen. Daar moet ik namelijk nog een download doen. Of een upload, sorry. Die download heb ik net gedaan. En dan ga ik meteen deze fixen. Op, is gefixt. Oké, die emergency dingen worden meteen snel gefixt. Dat is... Oh, die deur ging net voor mijn neus dicht. Shit. Open. Ja. De body was cafeteria richting weapons, daar in die gang. Ja, daar is het bij begin. En ik zag daar Lencio staan. Waarom is de D-Fat een double kill? Waar is die kill? Nee. Die kill is bij die gang vanaf cafeteria naar weapons. Ja, Eén kill. Het is één kill. Boys, kijk. Er zijn twee kills gevallen deze ronde. Ja, maar waar? Wacht, hé boys, alsjeblieft, wacht, luister. Wie heeft die D gefixt bij O2? Aan de rechterkant. Ik heb die gefixt bij O2. Oké, want Mo en ik waren bij admin en toen ging Mo naar die onderste van admin die O2 fixen. Wou ik die fixen, maar die was hier gefixt. Waar ben je in geloofd toen? Ik weet niet wie het was. De deuren gingen dicht, man. Ik was helemaal links van de luister, heel simpel. Boys, ik weet het zal misschien nergens op slaan. En ik heb geen reden en zo, je weet toch. Dus jullie mogen zelf uiteindelijk kiezen op wie jullie stemmen. Maar dit voelt als gewoon als een Lencio kill. Gewoon waarom ik zeg Lencio en het gevoel. De kill is gemaakt dus bij cafeteria, daar bij Weppes. Lencio is die guy, hij heeft daar vaker een kill gemaakt. Springt meteen de vent in en dan gaan we elkaar zomaar gewoon vuren van. Het is, nee, jij was het. Ja. Snap je? Dit is gewoon mijn gevoel. Ik heb Emin heel lang gezien. Emin kan ik vertrouwen. Emir heb ik ook gezien. Sabri heb ik ook, kan ik ook vertrouwen. Ik denk Lencio en Ilias ergens. Op die manier denk ik nu. Maar Lencio, wat heb jij een beetje gedaan deze ronde? Dan geef ik je ook gewoon de kans om te praten, maar... Dat had ik net gezegd, man. Even kijken, ik was van cafeteria. Waar was ik heen gegaan? Naar weapons. Heb ik daar test gedaan. Daarna was die O2... daarboven die download. Mm. Daarna was die O2-tori. Ja, die heb ik gefixt. Ben ik teruggelopen naar cafeteria, kwam ik Emir tegen en daarna werd body gekat. Hoe heb jij die body niet gezien, hè? Via waar kwam jij naar boven? Dat was geen body. Waar was geen body? Waar ik was gelopen, bij weapons, daar was geen body. Nou, okay. Maar ik hoor net dat daar een body was. Ja. Kan ik ook wat zeggen? Dus dat vind ik raar, dat vind ik raar. Laat me ook wat zeggen. Via waar ging jij naar boven? Via cafeteria gewoon. Nee, maar vanaf O2 naar waar? Ja, ik heb die dingen gefixt, toen ben ik gewoon in cafeteria gelopen. Ja, maar bij die gangetjes zag ik een body en daar was jij. Dan is het duidelijk, bro. Hij maakt er gewoon een leuk verhaaltje van, sorry Lencio, maar als je het echt niet zou zijn, moest je gewoon sterker komen. Gewoon sorry man, bro. Ik ben ziek, man. Is niet erg, bro. Is niet erg. Nee, ik moet nog twee taken trouwens. Hey, wilt iedereen even zijn taak doen? Ook de mensen die dood zijn? Ja. Als Ilias mij nu gaat killen, zou echt lelijk zijn. Gaan die lichten nou weer uit? Oh, was Emmy nou de ding was? Emmy is bij navigation. Sabri is bij admin. Klaar. Als hier nu een kill valt, weet ik genoeg. Emine en Ilias waren allebei daar binnen. Oeh, ze leven allebei nog. Sabri is aan de bovenkant, zag ik. Ik loop met Sabri mee. En Emine loopt terug. Dat vind ik heel verdacht. Ik ga Emine daarop aanspreken zometeen. Mooi dat ik hier op tijd ben. 70273. En ik ga een emergency meeting gebruiken. Gewoon om te vragen. Ja. Yeah. Oeh, iemand is geprotect. Ik denk Ilias, man. Ja, ik zeg eerlijk, ik denk ook. Weet je waarom? Omdat ik was security, Emin komt binnen. Ja, ik heb ook een goede vraag. Deuren, en dan... Ik heb ook een goede vraag voor Emin op die manier. Ik weet dat Ilias, hij zegt, ik denk het ook. Twee seconden. De reden waarom ik ook denk dat Emin dat is met zijn telefoon, die even snel gewoon op die manier gebruikt om de deur even dicht te sluiten. Emin, er waren twee alarmdingen. Eentje in O2, eentje in admin. Op een gegeven moment was ik in de buurt van security. Jij liep al naar boven langs Upper Engine richting cafetaria. Ik volg nadat ik klaar was met mijn taak.
Ik volg en boven met B, dus tussen Upper Engine en Cafetaria in, besluit jij ineens terug te lopen in plaats van de O2 en de admin te fixen. Dat is heel verdacht en heel vaag. Ik kan je een hele leuke, goede uitleg geven ervoor. Nou, is logisch dat vooral wanneer we met zo weinig man zijn en dat de meeste mensen aan de linkerkant zijn bij security en zo. Ilias, jij, ik weet niet wie er nog meer was, misschien Emil. Waren niet zoveel, waren 3 man. Ga door. Ja, maar hoeveel man zijn er? Handicap, er zijn nog 5 man maar. Ik vind het jammer dus dat je mij... Dat is toch de meerderheid? De meerderheid is toch aan de linkerkant? Maar waarom besluit je om terug te lopen? Ik vind het trouwens wel jammer van je woordgebruik. Sorry, mijn jongen. Maar oké, luister. Dus ik denk dan, weet je wat? Ik ga in plaats van dat ik naar die kant ga, ga ik naar de linkerkant. Kijken, misschien is er iemand die daar gewoon een domme kill maakt. Dus dat was het. Toen was ik op camps eigenlijk en dat was daar. Dat vind ik echt best wel nergens op slaan, weet je waarom? Wie heeft admin gefixt? Ik, een admin. Ja, ik en Emir. En toen liep ik terug. Ja, toen liep ik terug. Oké, jij en Emir, wacht 2 seconden. Jij en Emir. Ilias, waarom heb jij niks gefixt? Schrik, ik weet eigenlijk ook niet, man. Ik dacht het toch. Ik merkte gewoon, niemand. Ik heb O2 gefixt. Niemand, op het laatste seconde heb ik O2 gefixt. Niemand deed dat. Dus dan vind ik het juist vandaag dat Emin stopt om niet mee te helpen, snap je wat ik bedoel? Maar ik vind het ook vaag dat Ilias dan niet meehelpt. Het is of Ilias of Emin. Weet je wat ik niet begrijp van deze mo? Waarom? Letterlijk de vorige call zeg jij Emin is te vertrouwen en nu opeens bos je mij gewoon. Ja, dat kan toch? Bro, waar staat het op? Dat is gewoon zo vaag, bro. Bro, je kan toch één ronde? Je kan toch... Luister. Jij kan toch één ronde? Klaar, jij bent het. Gewoon omdat je para wordt. Jij bent het. Jij kan één ronde. Jij kan één ronde heel vertrouwelijk met mij zijn om mij te trikken, zeg maar. En de andere ronde ineens niet meer met mij zijn, bro. Wat zeg je nou allemaal? Eén ronde toch? Saf is goed soldatenwerk. Bro, niemand is te vertrouwen, bro. Hij kan 1 ronde lang met mij zijn als Mattie, zeg maar. Gewoon op een manier van... Oh ja, man, ik kan Emin vouchen. Er is niks aan de hand en zo, je weet toch? Zodat hij de andere ronde gewoon iemand alsnog kan steken. Ja, maat, moet slim spelen in dit spel, man. Je zult zien. Misschien is het Emin echt, hè? En dan hadden mijn woorden gewoon gelijk. Laat me meteen bak beten. Niemand. Oké, wegwezen. Niemand op camera. Bak kijken. Ilias loopt rechts. Ja. Heerlijk. Ik wist het. Ik wist het! Bodies was security. Ik ging vanaf navigation. Ik zag Ilias, hij is clean. Ik zag hem aan. Ik ging naar boven, naar cafeteria en dan wou ik naar security gaan. Pak hem! Ik zie security body van Chad. Het is Emin. Pak hem! Het is Emin. Wacht even. Hij zegt ik ben het, maar waarom ben ik? Ja, het is Emin. Omdat Sabri en Emin waren allebei rechterkant. We hadden met z'n 3 rechterkant. En ik ging nog uit mijn tegen. Ik zie camera's. Ik zag jou daarna niet meer aan. Vooral, ik zie jou letterlijk naar boven lopen. Ik sta letterlijk nu in storage. Omdat ik ging naar admin, ik keek table, ik zie 2 man security, opeens camera's gaan uit. Ik wou lopen naar security, maar die body is al gereport. Alleen admin was daar, met Chatmo kon dat zijn. Waar was ik? Je was security, jij was security met Chatmo. Fuck admin! Wat zeg je allemaal, bro? Ik ben met admin naar rechts gegaan, ik heb mijn tas jammer, gedaan. Ja, maar dat kan allemaal. Ik ga niet nu zeggen dat jij het bent ofzo, dat kan allemaal. Je kan zeggen dat jij aan de rechterkant is, maar dat betekent niet gelijk dat ik het ben, bro. Jawel, want Sabri, Emir en ik waren alle 3 rechts. We waren alle 3 rechts. Ten eerste, eentje zegt al ja, dat ik jou al niet meer zag. Dus in die play kan je al niet hebben gedaan. Ik ben weggelopen. Ja, maar dat is toch... Ja, want dan kan je niet... Waarom ga je al gelijk naar mij toe, zeg maar? Omdat je dus was in de vorige ronde. Met Chatmo was. Dat was het. Gewoon steeds simpel. Wakker worden, boys! Dat Chatmo net op mij ging... Eerst ging Chatmo, was hij met mij. En toen was hij tegen mij. Deze en nu, omdat je weet dat hij tegen mij was, ga je zeggen ik ben het. Terwijl je niet eens weet waar ik ben. Bro, jij bent de enige die naar links was gelopen met Chatmo. Ik heb Chatmo Ik was niet eens naar links gelopen. Hij praat er omheen. Ik was niet eens naar links gelopen. Bro, ik ga niet eens... Wacht, laat Sabri praten. Even toen je naar daar toe ging, hè? Wie zegt allemaal? Ik was met Ilias eerst navigation. Ik had mijn task klaar. Ik ging naar boven. Is toch logisch? Vanaf weapons kan Ilias toch niet zijn? Engine, security, ik zag een body daar. Dat kan Ilias toch niet zijn? Ik zag... Waar ging je? Ik ging vanaf navigation naar weapons. Rechtdoor, helemaal rechtdoor richting upper engine. En dan naar beneden. Wakker worden, boys. Emmy naar huis. Emmy is het. Het is toch logisch? Soldaat Ilias. Wat is er logisch aan? Omdat wij waren alle 3. Weet je wat ik grappig vind? Ik heb iedereen rechts gezien. Ik heb iedereen rechts zien, behalve jou. Subhanallah. Wie is daar nog? Hoe staat dat nou? Omdat ik niet naar rechts ben gegaan. Soldaten! Je bent gaar! Gewonnen, heerlijk! Heerlijk! Die boys hebben Emin eruit gestemd, sorry. Ik moest even mijn moeder aan Emin kwijt, je weet toch? Ik hoop dat jullie hebben genoten. Thanks voor het kijken naar deze video. Ik hou van jullie. Vergeet niet te liken als je het leuk vond, je weet toch? Ik zie jullie de volgende keer. Voeg me toe op Snapchat. Chatmo. Ciao, ciao!